Dit is de flamboyante Nel. Hallo. En zij is op zoek naar een actieve man met een hands-on mentaliteit. En mag zo hier even plaatsnemen. Ik zag hem zitten aan de bar en ik denk, nou, volgens mij is het niet mijn type. Die heeft een ernstige bipolaire stoornis. Nel vertelt graag over haar grootste hobby. 55 plus carnaval, het blauwe avond. Grote god, dat is echt gruwelijk. Staan ze zo'n raar dansje op te voeren. Ja, ik vind dat treurig. Ja. Goed. Dan moeten we het hebben over de Verenigde Staten. Daar vind ik drie keer niks, eerlijk gezegd. U weet, de Verenigde Staten waren na 1945 de meest dominante natie op aarde. Ja. En dan zie je eigenlijk al... Ik hoefde weinig te vertellen, want hij was aan het woord. Dus die is gekozen, die is begonnen in 1977. En hij bleef aan het woord. Dat is punt 1 en punt 2 was... Nou, ik wil wel splitten, hoor. En dat hangt natuurlijk samen met de jaren 60. Dan zeg ik dankjewel. Voor president Carter. Hé, bedankt en tot ziens. Roosevelt komt aan de macht in maart 33. Hé, tot ziens, hè. Amerika krijgt sociaal-democratische trekken. Oh, is nu al afgelopen.